Ja, goedemiddag. We staan hier in Budelschoot, waar vandaag de braderie is. En ja, het is heel erg gezellig. Het is ontzettend druk en ik sta dus hier in Budelschoot. Radio Horizon is er ook bij en Horizon TV, wij dus. En we gaan een kijkje nemen hier op de open dag, oftewel de braderie hier in Budelschoot. Nou, we lopen over de braderie nog steeds en er is live muziek, oftewel live muziek die wordt verzorgd door onze eigen radiozender, oftewel Radio Horizon. En we hebben een nieuwe locatiestudio en die is hier te zien en te bezichtigen. Ja, ik ga even vragen of we even met Erik Jan mogen praten, de DJ die op dit moment aan het draaien is. Hij is druk bezig. Wacht even, ja, we gaan even met Henk praten. Henk is hier ook te vinden. Henk is de man die je op maandagavond altijd hoort met Horizon Breed. Maar vanaf dinsdag inmiddels. Ja. Oké, Henk is een man. En Henk is echt heel erg gespecialiseerd in oude meuk. Als je vragen hebt over muziek die voor Henk's geboortejaar is geboren, moet je het hem vragen. Nou, niet voor mijn geboortejaar, maar net na mijn geboortejaar. Oh, net na je geboortejaar. Nee, Henk is de man. Ik blijf hangen in de jaren 87. Je bent daarin blijven hangen, hè? Oude man, hè? En dan ben je ook het overdragen op die mensen die hier allemaal zitten. Daar ben ik mee bezig, ja. Ik ben ook zendeling met Horizon, maar dat bereik ik nog niet. Oké. Nou, we gaan even een kijkje nemen in de straat waar alle kramen dit jaar staan. Hier bij de braderie in Budelschoot. En we zien van alles. We zien petten bijvoorbeeld. Je kunt hier van alles kopen. Kettingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. En het mooie is, het zijn ook nog eens sommige spullen, zijn allemaal van mensen zelf. Maar ja, zoals je ziet is het dus van alles te koop. En op de braderie is er ook een heel groot grasveld en daar lopen we nu en dan zien we iets gebeuren. Ik weet niet precies wat het is, maar het is een speciaal iets. Het is iets met een soort pijlen en die worden in de lucht geschoten en daar moet iets geraakt mee worden, maar wat, dat weet ik niet precies. We gaan eens even kijken of we daar iemand van kunnen spreken. Ik kom hier bij een speciaal activiteit en wat het is weet ik niet precies. Dat ga ik even aan deze meneer vragen. Wat is het eigenlijk? Handboogschieten. Handboogschieten, ja, het ziet er een beetje apart uit. Ja, dit is speciaal voor buiten met kinderen. Het zijn geen echte pijlen met een punt waar we normaal mee schieten, maar het is echt gewoon iets met een stop wat veilig is en waar iedereen mee kan schieten. Dus, kijk eens aan. Ja, voor de jeugd, echt voor de jeugd die graag handboog willen schieten. Ja, inderdaad, klopt. Oké, en jullie zijn de hele dag hier aan het schieten om ook mensen of leden te werven? Ja, we zijn de hele dag van 's morgens totdat het gesloten is hier. En het is echt gewoon om mensen te kennis te laten maken met handboogsport. Ja. Kijk eens aan, handboogsport. En van welke handboogvereniging zijn jullie? Handboogvereniging de Grensjagers in Budel. Kijk eens aan. Hebben jullie ook een website? Ja, www.degrensjagersbudel.nl. Kijk eens aan. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Dankjewel. Graag gedaan. Plaatje wat origineel is van Eddie Rabbit. Wij pakken zomaar even een andere uitvoering. We staan hier bij Erik Jan Versterken, de DJ die vanmorgen tussen 11 en 2 hier live op Radio Horizon locatieuitzending heeft gedaan. De eerste keer. Ja, de eerste keer. Het was spannend. Ja, dat geloof ik. En ook heel eng. Want eergistermorgen kregen we een telefoontje dat de studio niet op tijd klaar zou zijn. Dat werd nog best wel spannend. En uiteindelijk hebben we met heel veel hulp van mensen uit Budelschoot toch nog voor elkaar kunnen krijgen om op tijd hier acte de présence te kunnen geven. En gelukkig is het allemaal goed gekomen. Kijk eens aan, het ziet er ook heel gaaf uit. Ja, we zijn er ook best wel trots op. Er moeten nog wat dingen verbeterd. Maar de kabeltjes zo moeten nog een beetje wegverwerkt worden en er moet nog verlichting komen. Maar voor de eerste keer is het goed gegaan. Kijk eens aan. Ik sta hier bij de mevrouw van de organisatie van de braderie hier in Budelschoot. En volgens mij is het een heel werk geweest om dit te organiseren. Ja, dat is een heel werk, ja. Maar intussen hebben we wel de ervaring, hè, 35 jaar. Dit is de 35e keer. Dus we hebben een draaiboek en dat soort dingen. En een hele hoop mensen die al lang mee. Maar het is een hoop werk, ja. Maar er blijven ook ieder jaar bijna heel veel mensen ook, die blijven
komen? Want ik sprak net iemand die was al 16, de 16e keer dat hij hier kwam. Ja, dat is eigenlijk toch gewoon heel leuk om dat te zien. Ja, dat is ook leuk. Ik denk ook gewoon dat ja, iedereen, of het moet heel mooi weer zijn, dan gaan mensen naar het strand. Maar anders is hemelvaart. Dus ja, braderie in Biddelschoot. Maar ja, dat is natuurlijk ook prima, want zo willen we het ook. Ja, hoeveel mensen zijn er eigenlijk ongeveer gekomen vandaag? Oh, ik heb geen idee dit jaar. Ik weet dat we ooit 5000 en ooit 20.000 hebben gehad. Nou, daar zal het ergens tussen zitten. Dit is niet een topjaar, denk ik. Want het is niet heel druk. Maar ja, een goed jaar, hopelijk. Gelukkig zit het weer nog een beetje mee. Het is niet warm, maar het is ook niet koud. Dus ja, het is in ieder geval droog geweest en dat is belangrijk. Ja, dat niet regent. Ja, en mensen zitten nu lekker op het terrasje, dus ik denk dat ze daar nog heel lang van kunnen genieten. Ja, ze mogen we blijven zitten, wij tappen wel. Ja, ik ga je heel veel succes wensen. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover hier de braderie in Biddelschoot. Horizon TV was erbij en Radio Horizon met onze nieuwe mobiele locatiestudio. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.